Ja, jij ook. Ja. Oké. Okay. Dus. Oké, nu ben je aan boord. Oké, dat is een beetje van. Dus we hebben over de toilet gesproken. Ja. Dit is de Hays. Dit is een original, dit heet Baby Blake. Haast de deur, maar het is een oude pomptoilet. En dat was de toilet van Chichester. Dit is de originele. Dit is wel rond de wereld gegaan. Je ziet wel al een beetje design ook op de toiletpot. Dat het wat steviger allemaal vast zit. Ja, alles is heel stevig. De handgrepen overal. Je kunt overal komen. Dit is de verwarming. Dit is een... we hebben tanks hier. En dit verwarmt de hele boot. Dit is een nieuwe, dit is 2005 gedaan. Ja. Maar die oude hebben we daar nog. Dit moet even nog komen. Ja. Zit je nog wel met de bepaalde veiligheidsregels die je nu anders moet doen, omdat het gewoon anders is met nieuwe technologie? Dat bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen? Nee, dit is wel allemaal goedgekeurd. Dit is tot 2019 gelicenseerd als commercial vessel. Ja. Voor 12 personen. Oké. Okay. Omdat de trust hebben dat gebruikt als die wilden gewoon charteren. Hier gaan we niet charteren. Dit zijn plagen die ook teruggezet worden van het Duke of Edinburgh, Princess Royal van Princess Anne. Dus iedere keer zijn de Royal Family aan boord geweest. Hebben we de laatste keer was in chaos. Ja. Dit is de Burgie van de. En dit is een originele. Dit is graaf dus een getekende exemplaar van Francis Chichester. Zo. Dat is zijn handschrift. Ja. En ik heb van de Trust een mooi boek gekregen, original van Chichester, getekend door Chichester. Dus dat is wel leuk. Dus dat is wel de Francis Chichester. Mooi man. Dus, maar die hebben alles van gemaakt. Hier hebben we de originele apparatuur. We laten staan. Dit was ook heel belangrijk vanwege de. Hij heeft al die zendingen, dus de hele wereld en Engeland heeft het gevolgd. Dus hij heeft die long range zenders gebruikt om zijn bericht uit te sturen. Ja. Naar de Sunday Times, die waren de sponsors. Ja. En die hebben dit gepubliceerd, iedere week. Eigenlijk een beetje de radiomaker 2.0. Ja. Nee. Maar natuurlijk, we hebben wel dit zo houden, maar we hebben wel natuurlijk nieuwe... nieuwe dingen. Ja. Dus, maar ook wel weer mooi dat je het aan de voorkant gewoon inderdaad ouderwets laat. En dat je dan inderdaad er een methode voor hebt bedacht om uiteindelijk wel alle nieuwe navigatie te hebben. Ja, in die tijd hadden ze wel, dit heet een RDF. Dat zijn de originele navigatie-instrumenten waar die radiosignals kunt volgen. En dan kun je de positie bepalen. De rest zijn origineel. En hier heb je, ik zie hier een raam wat bol is. Ja, is dat ook een bepaald design? Ja, dat is heel speciaal. Dit was de eerste keer dat die bol ramen waren gemaakt. Omdat hij was getekend om de eerste solo racer te zijn. Ja. Dus als je hier gaat staan, als je daar staat, ja. Dan kun je alles zien. Ja. Alle points of sale kun je zien. Oh, ja. En dan ben je toch beschermd. Ja. Dus alleen de toilet is een beetje in de weg, maar voor de rest kan je alles zien inderdaad. En dat zie je nu, ook die nieuwe boten, die Ocean Racers, die hebben dat ook. Nice. Dus, ja. Hier was het eigenlijk, dat is de stoel. Dat is ook een hoe heet het in het Nederlands? Een wiebelstoel. Een soort van een schuivende, we call it a gimbal chair. Ja. Die altijd recht blijft zitten of je ook schuif je ook gaat. Ja. Precies. En dat, de boot, normaal gesproken vaart hij de snelste 25 graden, 36 graden op de helling. Dus dat is wel pittig als je duizenden mijlen moet afleggen. Ja. Dus wat hij gedaan heeft, hier heeft hij een stoel laten maken, wat echt gewoon schuift met de helling. En dat zijn heel beroemd, omdat hij heeft gin, hij heeft heel veel gin gedronken. Er waren heel goede tanks van gin. Nou snap ik ook waarom we 1 euro, 1 pond en een gin tonic. Ja. En dit was, dit heet de gin chair, dat hebben we nu teruggekregen van het Chaos Museum. Ja. Het wordt hier geplaatst. En nu de vraag is of wij hem gaan terugzetten of niet. Dat is een hele grote vraag. Ja, maar dan zou dit er dus uit moeten. Dit moet uit. Dit was geplaatst in 2000. Zou je wel lekker bij de verwarming. Dat is dan wel weer lekker. Juist, ja. Maar dan heb je gin tonic. En hij heeft ook een grappige. Hij heeft zijn gin tonic hier, zijn verwarming en de boekenkast. Dus dat was het. Ja, mooi hoor. Ja, het ziet er gewoon fantastisch uit binnen. Ja. Het is... En in het begin hier, als we doorgaan. Dit zijn ook de originele tafels. Vroeger was er wel een aantal aanpassingen gedaan in 2005. Ja. Dit was aan die kant. Dat is nu geplaatst, eigenlijk meer praktisch aan die kant. Ja. Wat ook belangrijk was, deze is op een atol, op een reef gekomen.
de boot. Helemaal. Ja. En hij is afgehaald. Heel groot gepareerd. Ja, door, de schade zal enorm zijn geweest, denk ik. Ja, de hele zijkant was beschadigd. Ja. Maar het is mahonie, dus ze hebben het gewoon even opnieuw kunnen timmeren. Maar het is een heel sterke romp. Dit is 6 lagen is mahonie, normaal heb je dan 4. En dan epoxy. Dat is ook een eerste van de epoxy. Dus een heel lichte boot. Ja, want de boot is helemaal van hout, toch? Het is helemaal van hout met een epoxy shell. Ja. Dus dat betekent, ze is heel licht. Zij is 12,5 ton, 54 voet. De mast is ook, kleiner dan normaal. Omdat 65 jaar is, hij kon niet zo hard aan alles trekken. Dus hij heeft gekozen voor een kleinere mast. Ja. Een kleinere zeils. Maar het is wel catch, een twee masten. Die binnenkant wordt ook gerestaureerd, dus we hebben nog niet dit kunnen doen. Dit wordt nu hier, wij zijn nu begonnen om de interne, om alles nieuw te verven en de schone netjes te maken. Ah, het ziet er al netjes uit hoor, dus, maar het moet nog netter. Dan hebben we, dit is de damestoilet. Oh ja. Grappig is op een Ocean Race een damestoilet te hebben, dus ik weet niet of die nieuwe dat hebben. Maar dat is hier. En dit zijn allemaal origineel, dus dan moeten we kijken van hoe wij gaan dit netjes maken. En ik zie daar nog een hele grote deur, dat is altijd de spanning sensatie. Zegt, dit is de full cabin, dat is echt alles. Ah joh! Maar hier, dit is de jet thruster, we kunnen ook laatst straks iets doen, maar dit is de jet thruster die we ontwikkeld hebben. Dit is water, dus het zuigt water op en dan duwt het naar buiten. Maar je hebt daar dus slaapplekken. Wat is een solo-schip eigenlijk? Heb je daar, maar is dit dan waar ik nu hier bij de banken zeg maar? Je ook kunnen slapen? Je had het over dat er 12 man aan boord konden. Nee, die hebben gelicentieerd voor 12 man. Ja. Om geld te verdienen. Dus ze hebben day sails gemaakt en dan hebben ze 2 life rafts en iedereen was aan dek, slapend. In 2005 is hij rond de wereld gegaan en dan waren er 4 tot 5 man aan boord. Dus dan hebben we dan de 2 slaapplekken hier, een derde hier. Die quarter berth achter is 4. Ja. En dan hadden we nog 2 in de voor. Dus je zou makkelijk 6. Ja, met 6 kunnen doen. Indrukwekkend. Maar één ding wat mensen niet begrepen is dat in 1977 al, we hebben nu, ik heb al die documentatie gekregen. In 1977 waren er meer dan 1 miljoen bezoekers geweest op de boot. Ja. En daarom hebben we de Trademasters helemaal kapot. Ja. Maar dit wordt nieuw gemaakt. Ja, 1 miljoen mensen in deze kleine ruimte. We zijn door, over de jaren. Ja. En wij denken dat er rond 1,5, bijna 2 miljoen zijn rondgegaan. En uiteindelijk hebben ze gezegd, die hebben de Grand Chefs dicht gemaakt. En zegt, er zijn te veel mensen aan boord geweest. Ja, maar het is ook, hoe doe je dat loopt? Dan moet je, het was zo gedaan dat er hadden trappen en ervoor. En dan liep je gewoon door, omheen en dan naar boven. En dat was het. Ja, gaaf. Dus, heel veel historie. Ja. En je praat er goed over. Leuk. Heel veel gelezen. Dankjewel. Oké, okay.